Renate en haar kids gaan een kijkje nemen bij de manege, waar Dominique zich altijd voorbereidt op haar wedstrijd. Dit is echt een droom wat van ons is. Ja, dit is de allergrootste wens die ze hebben. Iets met paarden. En al is er alleen maar naar kijken zometeen. Ja, daar heb ik woorden tekort voor om uit te leggen hoe mooi dit is zometeen. Ja. De meisjes krijgen les van Fenna, die op YouTube razend populair is met haar eigen paardenkanaal. Maar hoe moet je nou gaan sturen? Kom maar. Ja, heel goed. Dan gaan we deze kant op. Laat ze maar even lekker een dingetje doen. Ik kijk wel van een afstandje. Ja. En terwijl de meiden genieten van hun paardrijavontuur, komt Guy Filion, de vader van Dominique en Roxanne, een kijkje nemen op de manege. Hi, ik ben de vader van Dominique en Roxanne. Oké. Ja, dus in hun huis zit ik nu. Ja. En vind je het leuk? Ik vind het mega leuk, maar ik had eigenlijk een vraag. Wat is uw relatie, de meiden samen? Dat is voor mij nog niet duidelijk. De meiden? Roxanne en Dominique, dat zijn twee zusjes. Oh, echt waar? Ik heb twee kinderen, Dominique en Roxanne. Dominique is in de paarden en Roxanne doet de catering en bed and breakfast. En zij vinden het hartstikke leuk. Hele mooie foto's ook wel van hun, maar ja, ik kon er niet... Dat hebben ze van de moeder, de mooie kant. Ik ken je... Niet. Nee. Maar ik zie wel dat je kinderen zijn blij. Ja, voor een ander is paardrijden is heel normaal. En voor mijn kinderen is dit nu een droom die uitkomt. Nou, jij gaat ze ontmoeten, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat je zou ze heel leuk vinden. En ze zouden je dochters heel leuk vinden ook. Ja, ik kijk er naar uit. Ja. Ja. Nu ik de vader gesproken heb, kijk ik wel uit naar de ontmoeting. Echt wel benieuwd hoe die meiden in het echt ook zijn. Maar ook hoe zij mijn leven hebben ervaren. Ja, ik ben heel benieuwd hoe zij deze dagen beleven. Ja. Vond je het leuk? Ja. Mooi, hè? Goed, hoor. Dat was echt een gaaf dag. Er zijn wat tranen van geluk. Oh, mooi.